dames en heren, Diederik Samson. Dankjewel. Dankjewel. Dank jullie wel. Ik moet natuurlijk toch eerst iets zeggen over die motie die net is aangenomen. Ik ben een enorm voorstander van een verbod op vuurwerk. Maar iedereen heeft zo zijn persoonlijke opvattingen en de partij dacht er tot nu toe anders over. Maar ik zie de panelen schuiven. We zullen kijken wat we daar voor moois mee kunnen gaan doen. Dank jullie wel, congres. Doordat iedereen zo snel is gegaan, moeten we nog even wachten met juichen en klappen voor het Nederlandse team, onder leiding van Irene Wüst. Maar ik vraag jullie allereerst nu een ongelooflijk applaus voor ons Europese team, onder leiding van Paul Tang. Na de vreugde over het vaststellen van het Europees verkiezingsprogramma en de Europese lijst wil ik met u ook wel stilstaan bij een moment van droevenis voor Nederland. Gisteren was de herdenkingsdienst van Els Borst, minister van Staat, voormalig vicepremier, voormalig minister van Volksgezondheid. Els Borst was een aimabele politica die met haar verstand en haar hart cruciale doorbraken wist te bereiken, met name op medisch-ethisch gebied. Ik herinner me nog de verzuchting van mijn vader, zelf arts, toen Els Borst benoemd werd. Eindelijk een arts op het ministerie van Volksgezondheid, zei hij. Ze heeft hem nooit teleurgesteld. Ik wens haar familie, haar naasten, haar vrienden en heel D66 heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies. Partijgenoten, bijna anderhalf jaar geleden, na een zinderende verkiezingsuitslag, begonnen wij in een ongebruikelijke coalitie aan een immense opdracht. Dit land uit de crisis halen en koers zetten richting een sterker en socialer Nederland. En dat is een opdracht die het uiterste vergt. Niet alleen van coalitiepartijen. Mark Rutte en ik kondigden bij de presentatie van het regeerakkoord aan dat we voor de uitvoering van al die plannen samenwerking gingen zoeken. In de politiek en in de samenleving. En we wisten nog niet hoe we dat gingen doen. We hadden geen idee dat de economische tegenwind nog sterker zou worden. We wisten maar één ding. Het is nodig. Wij moeten in Nederland samenwerken om Nederland de weg omhoog weer te laten vinden. En dat was dus niet eenvoudig. Er waren tegenslagen, er was kritiek, het botst onderling wel eens, maar we vonden elkaar. D66, ChristenUnie en SGP op de begroting, vakbonden en werkgevers op een eerlijke arbeidsmarkt, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en huisartsen voor een betere zorg, milieuactivisten en energiebedrijven in een doorbraak voor duurzame energie. Na 10 jaar, waarin 5 kabinetten nauwelijks aan regeren toekamen voordat ze alweer vielen, waarin 300.000 mensen op het Museumplein de relatie tussen kabinet en vakbonden illustreerden en waarin de polarisatie de vooruitgang verlamde, wint ons land nu langzaam weer aan zelfvertrouwen, is Nederland aan het bewijzen dat ze het wel kunnen. De handen ineens slaan voor een sterker en socialer Nederland. En we boeken daarmee resultaten. Want voor het eerst in 40 jaar tijd werkt een kabinet weer actief aan een eerlijker inkomensverdeling. Lage inkomens kregen er een paar tientjes in de maand bij en hoge inkomens betalen iets meer. En de hypotheekrenteaftrek wordt teruggebracht tot wat die ooit was. Niet langer meer een subsidie op rijkdom, maar een eerlijke stimulans voor woningbezit. En Ronald Plasterk, Ronald, jij legde het plafond op die topinkomens. In de ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties. En Ronald werkt alweer aan de volgende stap. En vorige week loodste Lodewijk Asscher samen met Mariette Hamer de grootste arbeidsmarktverbetering in 20 jaar tijd door de Tweede Kamer. Flexwerkers krijgen weer zekerheid en die ontslagvergoeding wordt eerlijker. Niet langer een dikke ontslagvergoeding voor de hoogbetaalde manager en de buschauffeur eruit met niks, maar een eerlijk systeem. En Martin van Rijn, ook vorige week, ronde samen met senator Jeanette Beuving in de Eerste Kamer de jeugdwet af. Weg met de versnippering en tussen wal en schip rakende kinderen.
geen 7 hulpverleners meer in een gezin, maar gecoördineerd en op tijd hulp geven bij problemen. Er wordt al jaren over gepraat en wij doen het. En we gaan nog veel meer doen. Volgende week al gaan Jetta Kleinsma en John Kerstens nog een diep gekoesterde wens van ons in wetgeving omzetten. Banen voor mensen met een arbeidshandicap. Werkgevers worden verplicht om plekken vrij te maken, zodat ook zij een kans hebben op een baan tussen collega's voor een gewoon salaris. En Jeroen Dijsselbloem, die heeft de aanpak van de bonus al klaar liggen. En als hij dat niet streng genoeg doet, dan helpt Henk Nijboer hem een handje. En ik wist, dames en heren, dit is nog maar een klein lijstje met voorbeelden. Ik wist het al toen we begonnen, maar nu weet ik het zeker. Partijgenoten, wij hebben een fantastisch team. En 650 gezinnen kregen een brief. Na soms jarenlange onzekerheid, angst en vertwijfeling hoorden 650 kinderen en hun ouders, broers en zusjes, dat ze mogen blijven. Dankzij dat kinderpardon. Omdat wij vinden dat mensen die hier zijn opgegroeid recht hebben op een toekomst in dit mooie land. En dat vinden we niet alleen, dat maken we waar. En dat doen we dus net als die investering in duurzame energie, die tientallen miljoenen voor armoedebestrijding, de honderden extra wijkverpleegkundigen, de duizenden schoonmakers die weer een vast contract krijgen. Het zijn allemaal diep gekoesterde wensen van de Partij van de Arbeid. En wij kunnen er nu uitvoering aan geven in deze coalitie, met onze fractie en met onze mensen in het kabinet. En daar zijn wij heel erg trots op. En ja, ja, om die wensen ook echt vorm te kunnen geven, moeten we samenwerken met andere partijen en daarbij compromissen sluiten. Wij hebben dat gedaan. Water bij de wijn gedaan. Want wie in een democratie gaat voor alles of niks, die krijgt niks. Wie bereid is om samen te werken, die kan zijn idealen waarmaken. En eerlijk delen, vooruitgang mogelijk maken, dat zijn onze idealen en we maken ze waar. Partijgenoten, we boeken resultaten. Maar de weg naar het land van onze idealen is nog lang. En ik zou u graag voorspellen hoe lang precies en wat wij onderweg nog tegenkomen. Maar ik weet het niet. Niemand kan voorspellen welke wending de toekomst nog zal nemen. Wantrouwde politici die zeggen dat bij hen alles blijft zoals het is. Of dat er niks hoeft te veranderen. Of dat de wereld 100% wordt zoals zij beloven. Ik ga u die belofte niet doen. Ik ga u wel 2 andere voorspellingen doen. Ten eerste, wij zullen te maken krijgen met nieuwe tegenslag. Niet alles zal goed gaan. En we zullen ook fouten blijven maken. En daarom mijn tweede voorspelling. Wij zullen iedere tegenslag, iedere mislukking en iedere fout maar op 1 manier beantwoorden. Met een nieuwe poging. Omdat de Partij van de Arbeid is opgericht om haar idealen ook echt waar te maken. Omdat wij nooit opgeven bij tegenslag. Want het laatste wat mensen van ons verwachten is dat we het hoofd laten hangen als het even tegen zit. Nee, juist als het tegen zit, verwachten mensen van ons maar 1 ding. En dat is strijdbaarheid. En die kunnen ze krijgen. Wij blijven strijden voor het land van onze idealen, op weg naar onze dromen. En partijgenoten, het was dus geen gemakkelijk jaar. Dat merkten we. Op straat en aan de deur. De recessie duurde voor heel veel mensen gewoon te lang. En de gesprekken met kiezers aan de deur, die werden ook langer. Ze werden indringer. Ze werden zorgelijker. Ik merkte het. En u merkte het ook. Maar de afgelopen maanden en weken gebeurt er iets. We zagen het eerst alleen in de kranten en in de statistieken van het CBS. Er breekt een tijd van herstel aan. En langzaam maar zeker zien we het ook aan de keukentafel. Er waren weer kijkers voor het huis. Er dient zich een koper aan. En de stroom sollicitatiebrieven van de 50-plusser wordt niet meer meteen geretourneerd, maar er komen ook weer uitnodigingen. De kleine ondernemer kreeg weer een order. En de loonstrook bevatte voor mensen met een gewoon salaris eindelijk eens een keer goed nieuws. Dames en heren, Nederland vindt de weg omhoog. Mensen durven weer naar de toekomst te kijken.
En die toekomst wordt steeds minder alleen in Den Haag en steeds meer hier in de gemeente bepaald. Hier in de gemeente kennen we bestuurders, de werkgevers en de baanzoekenden elkaar. In de buurt wordt zorg op maat geleverd. Wordt afgerekend met die stopwatchcultuur door uitbesteding en aanbesteding. In gemeenten wordt samen met corporaties gebouwd aan goede en betaalbare woningen. Ik zag dat in Venlo, waar die wethouder Ramon Terstrote de zorg in de buurt terugbracht. Zonder marktwerking, zonder bureaucratie, zonder stopwatch. Gewoon door de wijkverpleegkundige de baas te maken. En ik sprak hier gisteren in Breda, in Brabant Park, ook een wijkverpleegkundige. En zij wordt nog altijd gemangeld tussen de bureaucratie en het gevecht om de cliënten. Wat is het verschil? In Breda zat de Partij van de Arbeid de afgelopen 4 jaar niet in het college en in Venlo wel. Dat is dus het verschil wat de Partij van de Arbeid kan maken. En ik zag het in Leeuwarden, waar die onverzettelijke Henk Dijnen, de directeur van Campina, gewoon op zijn schouders tikt. En die zegt, joh, in die wijk hier achter jouw mooie fabriek, daar wonen jongens met weinig kansen. Ze hebben geen diploma, ze willen wel werken. Geef jij ze nou een kans. En zo help je dus jongeren aan een baan. Want regels en subsidies, die werken heus. Maar wat echt werkt, is dat enorme sociaal-democratische hart en die tomeloze gedrevenheid van mannen als Henk Dijnen. En ik heb het ook gezien in Amsterdam, waar Pieter Hilhorst, die als ombudsman op recht op alle problemen afging, nu ook als wethouder gewoon deur aan deur aanbelt als dat nodig is. Om een gezin uit de problemen te halen, of om een falende vader streng toe te spreken, of om 10.000 onterecht overgemaakte euro's terug te halen. Hij doet het en hij boekt gewoon succes, recht op de problemen af. En dames en heren, partijgenoten, het is op 19 maart aan Nederland om te bepalen hoe dat verder gaat. Want de komende jaren worden verantwoordelijkheden van de gemeente nog groter. Zorg, werk, wonen, dat lokale bestuur is straks aan zet. En daarom zijn die komende verkiezingen zo belangrijk. Meer dan ooit doet het ertoe wie er in uw gemeente de keuze maakt. En kiest Nederland dan voor een partij die liever de belasting op dure huizen verlaagt dan het geld aan zorg, onderwijs en sociale voorzieningen besteedt? Of kiest Nederland voor een partij die al zijn energie steekt in het verzet tegen alle veranderingen en verantwoordelijkheden, die het motto 100% tevreden of anders nee lijkt te hanteren, in plaats van met anderen samen wil werken voor het verbeteren van de zorg en het verbeteren van de buurt? Of kiest Nederland misschien voor een partij die zorg, werk en wonen in haar genen heeft zitten en die in haar keuzes gedreven wordt door de ambitie om de zorg voor iedereen toegankelijk te maken en iedereen de kans op een baan te bieden? Een partij die zich niet neerlegt bij de scheiding tussen dure wijken en achterstandswijken, maar die dag na dag strijdt voor ongedeelde dorpen en steden. Een partij die niet alleen praat over emancipatie en integratie, maar waarin de zonen en dochters van immigranten met hard werken gewoon wethouder of zelfs burgemeester van een hele grote stad kunnen worden. Wil je op zo'n partij stemmen, dames en heren, dan stem je op de Partij van de Arbeid. Dames en heren, en dus gaan wij voor dat sterker Nederland. Een socialer Nederland. Voor dat Nederland gaan wij buurt voor buurt, straat voor straat, deur voor deur om campagne te voeren. Wij delen honderdduizenden rozen uit. We spreken miljoenen mensen en we vertellen keer op keer ons verhaal over het Nederland van onze idealen. Gewoon omdat ons verhaal de moeite waard is om voor te strijden. Omdat we het doen voor de mensen die ons nodig hebben. Wij gaan samen op weg naar een fantastische uitslag op 19 maart. Ik dank u wel.